Dank u, excellenties. It is a singular honor for me to be paying the first ever state visit from India to Suriname. I have been received with exceptional warmth and affection by the Surinamese people. I convey my deepest gratitude to President Bouterse for making my visit a memorable one. I had an excellent meeting with President Bouterse and exchanged views on bilateral and global issues of common concern. We expressed our highest commitment to further build on the already warm and friendly relations between Suriname and India. I and President Bouterse discussed India-Suriname global partnership at length. He expressed Suriname's continued support for India's aspiration to be a permanent member of the UN Security Council. Als we kijken naar de directe resultaten van dit bezoek, dan weten we ook dat er 9 documenten getekend zijn geworden, waarvan 5 intentieverklaringen zijn geweest, 1 een overeenkomst, 2 LOC's en 2 projectdocumenten. Ik wil gelijk ingaan op de kredietlijnovereenkomst met India. De kredietlijnovereenkomst met India bestaat uit een totaalbedrag van $80 miljoen. En daaruit zijn 2 kredietlijnovereenkomsten getekend. De volgende projecten zijn getekend. 1. Upgrade en uitbreiding van EBS transmissienetwerk voor $27,5 miljoen. 2. Service en onderhoud van 3 Chetak helikopters voor $3,5 miljoen. Voor een periode van 5 jaar. Uit een eerdere kredietlijn zijn deze helikopters aangeschaft en in verband met kunnen garanderen dat de Surinaamse luchtmacht kan beschikken over in goede staat verkerende en veilige equipment zal India zorgen het noodzakelijk onderhoud en inspecties voor een periode van 5 jaar. India will extend concessional financing of $20 million for setting up a solar project to provide clean energy to a cluster of 49 villages in Suriname. We praten over bijna 128 dorpen die op basis van fossiele brandstof en generatoren energie moeten opwekken. Dat is tussen de 4 en 6 uren per dag. En er is dus een energiebehoefte waarin op dit moment een gap is qua voorziening. Daarom heeft het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen een aantal plannen geschreven. En van deze plannen zijn 2 projecten in het bijzonder voorbereid en besproken met deze partners.
En met de toegezegde toegezegd krediet van $20 miljoen kunnen we dus een groot deel van deze twee projecten uitvoeren. We hebben al wat grens ontvangen van India. Afgelopen jaar mijn kerstviering voor de seniorenburgers. Daarvoor hebben we een grant ontvangen. We hebben ook voor mijn schooltassenproject afgelopen jaar een grant ontvangen. Nu is getekend voor every student een computer. Ik was al bezig met een computerproject. Maar mijn doel is om eigenlijk voor elk kind een computer te brengen. En India heeft mijn project goedgekeurd en ik ontvang $109,800 van ze. En daarmee kunnen we 200 computers aanschaffen. Een ander project is mijn palmetuin craft wakapassi. De bedoeling daarvoor heb ik ontvangen $175,602. En dit project heeft te maken met het ondersteunen van het vrouwelijk ondernemerschap van in het binnenland en achtergestelde groepen. En natuurlijk kunnen ze dan hun zelfgemaakte goederen daar verkopen. Dat is ik ben beschermvrouwen van de Mithil School. En ik ben met de First Lady van India ook geweest naar de Mithil School. En daar mocht de Mithil School ook een bedrag van $10,000 ontvangen van India. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om dit bezoek zodanig strak te monitoren. Want er is veel toegezegd, maar het zal ook afhangen van hoe wij ons huiswerk maken. Wij zullen met het adviseurscollectief moeten zitten. We zullen kijken hoe we het bedrijfsleven inschakelen, want gelooft u me, er is veel werk aan de winkel, maar de mogelijkheden zijn er. De mogelijkheden zijn er. En India heeft altijd willen helpen. En die heeft altijd ook geholpen. Het is niet alleen maar dat een hand wordt uitgestoken. Dat u hulp krijgt, maar dat u ook aan de slag gaat. Dat we de hand pakken om ons te trekken uit waarin we zitten. Nogmaals, Suriname, er is werk aan de winkel.